Kunstenaar Gijs Larivière heeft een sterke visie op de ontwikkelingen in het Oude Noorden. Op een tweede wandeling door de wijk geeft hij tekst en uitleg. In Rotterdam 2040, de boodschap is: we kunnen niet vooruit zonder eerst achterom te kijken. We staan op de Noorderbrug. Daar ligt Oude Noorden. Daar ligt de Jonge Fransstraat. Precies. Dat is een straat die eigenlijk in het verlengde van de Meent ligt. Dus een verbindingsader naar het Oude Noorden. Dat is in principe een hele belangrijke straat, wat die nu niet echt is. Dus als jij het Oude Noorden nog beter wil maken dan hij nu is, hè, voor de lange termijn, dan moet je die verbindingsader verbeteren. Dan loop je ineens door, weet je, van de Meent tot hier. Het is nu de hoogste tijd in Rotterdam om al die verbindingen te verbeteren. Weet je wel, want dat centrum, dat weten we. Dat geloven we wel. Nou zijn we op het Noordplein. Ik vind dit een heel mooi plein. Ik ook. En toen jij een jaar of 16 was, kwam je hier toen wel eens? Nee, wel wat jonger, zo rond mijn 12e. Toen had ik hier wat vriendjes van school. Wat deed je dan? Nou ja, dat was de brugklas. Weet je, ging je kanijen drinken hier ergens. Slechte koppijnwijn, ja. Dit is gewoon een klassiek marktplein. En er zijn hier soms nog wel eens tweedehands marktjes of zo. Maar ik zou hier gewoon liefst twee keer in de week markt willen zien. Dat zou wijs goed zijn voor dit plein. Dat zou ook extra geld in het laadje brengen voor de kroeg hieromheen. Ja, ik hoop dat dat weer gaat komen. We zetten de wandeling voort naar het mooie Pijnakkerplein. Waar gewoon en hip Rotterdam zo mooi samenkomen. Maar wat dan weer heel goed is, dat daar op de hoek, er komen veel Surinamers en Antillianen in Café Klaver daar. Ja. Dat vind ik dan mooi, dat blijft toch in evenwicht. Dat is belangrijk, zeg maar. Het is belangrijk dat het niet te chic en te mooi wordt, hè? Nou, daar ben ik heel gevoelig voor. Want omdat Rotterdam dat nou eenmaal niet is, weet je. Dus moet je dus altijd voor waken dat je niet buurten creëert waar het alleen maar blank wordt of alleen maar het tegenovergestelde, weet je. Je moet altijd zoeken voor, mag soms wel een beetje zo organisch groeien, er is helemaal niks mis mee, want het is heel begrijpelijk dat mensen samenscholen. Maar je moet altijd, denk ik, als je daar van bovenaf naar kijkt, moet je daar altijd een beetje voor waken dat het niet te veel doordendert. Dus is het mooi als zo'n kroeg daar altijd blijft zitten. En moet je dus ook bewaken dat hun daar blijven zitten. Kijk, de samenstelling van Rotterdam is dat wij in de minderheid zijn. Jij en ik. En dat vinden heel veel Rotterdammers, zeker wat oudere Rotterdammers, moeilijk te behappen. Wat ik ook begrijp. Maar voor ons is het, wij zijn daarin opgegroeid. Het is gewoon realiteit. Dus als blanke autochtoon moet jij integreren. Anders word je knettergek hier, weet je. Want het gaat nooit meer weg. En het wordt alleen maar erger als je het negatief bekijkt. Ja. Het is gewoon een multiculturele stad, weet je wel. Dat is toch, dat is ook het meest zichtbaar in Nederland, vind ik. Maar dan is het grappig dat je ineens op het Pijnakkerplein bent. Dat je denkt van, het lijkt wel, het is gewoon, het is fucking Efteling, weet je. Maar dat hebben we dus ook. En dat vind ik zo grappig eraan, zeg maar. Want dan is het ook leuk om weer, kijk bijvoorbeeld, je kijkt daar. Je ziet daar die oude geveltjes en dan zie je het Nationaal Nederlander gebouwd. Eigenlijk vlakbij. Ja. Hoe vlakbij het centrum ligt. Dat je, weet je, het is zo'n verschil aan stedenbouw. Dat vind ik leuk. Ja. Dat maakt Rotterdam ook sterker dan. En ik denk dat dat ook de kracht is van zo'n wijk als het Oude Noorden, zeker op de lange termijn. Want ik denk, ja, dat ben ik soms ook een beetje bang voor, dat hij over 30 jaar dat hier niet te betalen is om hier te wonen. Kijk, Rotterdam is nooit een rijke stad geweest en zal het ook nooit echt in die zin worden. Je blijft hier altijd, in tegenstelling tot andere grote steden in Nederland, kan je hier veel goedkoper wonen en altijd iets goedkopers vinden. En ik hoor ook vaak verhalen, weet je, de laatste twee mensen uit Hilversum, twee vrouwen die in Noord zijn komen wonen. En die roepen nu op allerlei verjaardagen in het Gooi en noem maar op. Oh jeetje. Nou, het is hartstikke leuk hoor, Rotterdam, maar zeker Noord, weet je. Het had je vroeger niet kunnen voorstellen. Dat vind ik zo de charme van deze wijk. Je hebt dat hele volkse, maar je hebt ook iets van alsof je cliché naar Frankrijk kan gaan, weet je wel. En ja, dat heeft een gekke authenticiteit, zeg maar. En authenticiteit, dat is niet te koop.